op jullie keukenblok liggen de basisingrediënten voor het maken van een pasta. Jullie gaan niet alleen werken, jullie gaan in duo's werken. Jij hebt vulling? Ja, ik begin met die paddenstoelen, want die moet koel zijn voordat je dat ei erop legt en hem vullen. Slim. Ik ga ook de rookoven doen met die eieren. En ik vind het ook wel leuk om inderdaad die pijnboompitjes te kijken of dat lukt. Het was al vrij snel duidelijk dat ik pasta ging maken. En je moet geen slapende honden wakker maken, dus ik heb niet verteld dat ik nog maar één keer pasta heb gemaakt. Menno en Jacqueline, hier wordt hard gewerkt, zie ik al. Klopt, ja. Een beetje spierballen om pasta te maken, mag ik je even voelen? Jij bent wel gewend met pasta te werken ook? Jawel. Ja, pasta is toch iets wat ik... Ja, dat is wel een van jouw dingen, hè? Ja. Nou ja, een van mijn dingen. Ik vind het heerlijk. Ja, en iedereen vindt pasta toch lekker? Ja, het is een universele keuken. Bijna wel, ja. Wat gaat het worden precies, Jacqueline? Het wordt een ravioli gevuld met paddenstoelen Duxel. En dan een eidooier erop, die dus runny eruit komt als je hem opensnijdt. Oh, dat hij lekker, helemaal lekker gaat lopen zo. Ja. Met een klein truffelschaafseltje en wat... En hier, waar is de truffel? Die ligt hier. Oh, oké, mooie truffel. Ja. Ja, ik heb er geen slecht gevoel over. Nee. Ja, we kunnen natuurlijk niet een beetje gissen wat erin zit, maar vertel daar eens wat over. Maar op die manier dat het echt met water uit de mond loopt. Wij hebben een ravioli gemaakt. Met daarin Duxel gesneden wilde paddenstoelen. Een licht gesnipperd lente-eitje erin. Daarop ligt een licht koud gerookte eidooier. Aha. Daarover hebben we een saus van boter en Italiaanse kruiden. Een blaadje spinazie met een fris zuur citrus vinaigrette. En als klap op de vuurpijl een dun geschaafde truffel. En een beetje liefde. Heel veel liefde. Kijk, dit is een presentatie. Je bent al ingeslagen. Dit is een presentatie. Ja. Daar gaat hij. We zijn benieuwd. Kijk eens aan, hij loopt Kijk mooi. Kijk eens eventjes. Dat is... Heerlijk, dat mondgevoel. Een lekkere, vloeibare dooier. De rooksmaak komt door. Ja? Ja. Waar ik wel blij mee ben, is... Ik was heel gerookt. Denk, maar het is heel mooi in verhouding. Het is mooi in verhouding. Ik vind de paddenstoelen Duxel ook mooi op smaak. Dankjewel voor een mooi gerecht. Ik ben heel tevreden met het commentaar. Gisteren had ik natuurlijk een beetje een mindag. En hiermee ben ik weer terug in de wolken.